Deze nieuwstaatszending, die eerste in de serie, want, uh, dat ik zoveel dagen droog sta. Tot mijn plezier, moet ik zeggen, wordt daar wel naar geluisterd. Terwijl het helemaal geen titel is die uitnodigt. Er staat niet in van uh, seks, seks, seks. Want dat, dat schijnt dus ook te werken, heb ik geconstateerd. Of uh, FVD of PVV, of Thierry Baudet, of Geert Wilders, of VVD. Er reageren ook mensen op als ze vliegen op de, op de strand. Dus nou dan maak ik maar weer een uitzending. Dat is toch een mannetje of uh, zeven of zo. Nou, daar doe ik het graag voor hoor. Zo. Ik hoef helemaal niet uh, de duizenden views of zo. Dat is een of andere wijsneus waarvan ik echt toch denk dat die werkte voor YouTube, hoor. Dat, is uh, dat YouTube dus uh, hier in Nederland ...dan mensen heeft. En die houden dan uh, mensen zoals ik in de gaten... En die zitten dus dan een beetje af te zeiken. Er en... stond uh, zo'n een hele aparte reactiekerk van die gozerd. En die had het over. Uh, Ons medium is niet bedoeld voor gouden hoer zoals jij dat doet of zo. Toen dacht ik van nou, ons medium. Hoezo, ons? Uh, Remaneke. En die had het van over, als je nou uh, dat doet en dat doet en dat doet. Nou, dan kan jij een, uh, een post doen op YouTube en dan ga je viral. Ik wil helemaal niet viral. Nou, inderdaad. Dat op mijn leeftijd zeg. Kom op, altijd weg. Houd toch weg en ga toch op. Nee, ik ben lekker ermee uh, gekapt man. het is, is verschrikkelijk. En een helder jongen, dat je het woord van Zo. Dus in het begin ben je nog een beetje zo, zo half dizzy hè. Dan moet die alcohol eruit je bloed. En... Oh man, en met darmflora dat had ik hele helemaal aan de radsmoede gezopen. Ja, ik heb veel gedronken hoor. Dat was zes halve liter bier. En dan, uh, nou ik maak er gewoon reclame voor, waarom niet? Gulpen een gladiator. Gulpen een gladiator voor de man die uh, voor de alcohol gaat en niet voor de smaak. 10% alcohol. En dan de Albert en Gijn, uh, hier dat is een stukje loop, nou niet eens zo ver, 99 eurocent ja, maar als je er dan drie koopt, dan betaal je toch een euro per ding. Dat is niet waar. Want dan betaal je namelijk, uh, dat daar wordt het naar beneden afgerond. Toch? Ja. Wordt op de stuiver afgerond. Als je er drie koopt, dat is dan drie keer 99. Ja, maar je even uitrekenen. Dat scheelt je toch echt wel weer twee cent. Maar ik ga het even uitrekenen ook, ze zegt nee, het, het is belachelijk goedkoop hoor. Dat is uh, drie keer ja, even voor jullie te info. Ja, voor mij hoeven jullie niet te stoppen met, uh, met alcohol drinken hoor. Kijk eens, oh, uh, 9 9,9. Als je het dan toch wil doen, doe het een beetje goedkoop. 99 cent. Ja, dat is uh, 2,97. Uh, dus dat wordt dan, uh, dan. gaat dus mooi 2 cent vanaf. Dus min 2 ik eens, 2,95 en dat gedeelde 3. 98,1 derde eurocent. Ja. Kijk, daar hoef je in de kroeg. Een stuk duurder. Ja. De Albert Heijn, daar moet je zijn. Voor de professionele drinker. En dan zes uh, van die jokers op een dag. Uh. Haalde ik er niet zes tegelijkertijd, want dan ziet er zo raar uit. En dan krijg je die kassière, uh, die, die ook eens van, oh, die oude man, oh, oude man, oh. Straks uh, valt hij van de stoeprand. Dus om dat kassière personeel een beetje uh, rustig te houden. Dan ging ik twee keer per dag. Merwen opgedronken, zeg. Ik heb dat uitgerekend, hè. dus die uh, zes van die halve liters, dat staat gelijk aan uh, de drie liter dus. Dat is zes liter normaal bier. Ja, en een liter bier, daar gaan volgens mij vier consumpties uit, van 250 centiliter. En vier keer zes lijkt mij 24 alcoholconsumpties per dag. Uh, dat moet je tegen je huisarts vertellen. Ja. Uh, uh, dan, uh, dan mag je niet naar huis, hoor. Nee, dan word je gelijk in de ambulance, huppakee, uh, afgevoerd naar... Uh, wat dan tegenwoordig weer een vestiging is van de Jellyneck Kliniek. Waar mijn vader zaliger nog was. Regelmatig. Dat zal wel in de genen zitten, of zo. <laughs> Maar ja, wat hij dan dus niet had, en ik dus wel. Ik ben op een, zondag, op een zondagavond. hoe zat ik nog lekker uh, mijn zesde halve litertje van die dag. Uh, ja, dat ik dronk ook op zondag. En waarom niet? Je uh? hoeft toch niet te werken? <laughs> Grapje hoor. Ja, je gaat dan niet denken dat ik werkte. Hè? Nee joh. Uh. Waren mensen die allemaal van, waar leef je dan van? Ja, ik heb gewoon mijn spaarrekening opgesopen. Jeetje. Oh, 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 oh. Er is zo'n nummer van de fun-loving criminals. ...van Dat heet Rock Bottom. Ja, daar ben ik naar op zoek gegaan. En dat is zondagavond, dat ik zo de zesde halve liter in mijn nek zit. Ik denk, mooi zo. En nou is het afgelopen. Morgenochtend zijn we een grote jongen en dan gaan we niet drinken. Ja maandagochtend had ik gelukkig een stevige kater dus, uh, dan maak je dat ook niet zo, uh, niet dat ik hoofdpijn had of misselijk of zo, bij hem af, Maar zo'n zware... En dan kom je zo heel langzaam kom je op gang en, dan... en toen ben ik schoonmaakmiddelen gaan kopen. En nog op de boodschappenlijstje geschreven, geen bier. Nou ja, we kennen eigenlijk, je we moet wel een beetje streng zijn tegen jezelf. Maar ja, die maandag geen bier gekocht en zeker geen wiet gekocht. Hè. Ja, en dat, toen was het eigenlijk klaar. Hè. En dan komende zondag is het uh, 35 dagen. Ja. Ik vind alles best, moet ik zeggen. Ik heb nergens last van. Ik heb ook geen uh, delirium tremens gehad, waar je mensen dan over klaag hebben. Dan heb je een met alcohol drinken en dan krijg je van die bibberhandjes. Maar normaal niet. Kom je erbij? Ik, ik snap het eigenlijk niet hoor. Het is wel zo dat ik gebeden heb. Zou dat geholpen hebben? Ja, dat heeft. Ja, ja ik heb het met mijn opzet gedaan. Dat, ik dacht van, oeps, deze, dit wordt even heel moeilijk. ja, als je toch zo lang gesopen hebt. Dat wel twee, drie jaar of zo. Hè? Ongelooflijk veel Netflix gekeken. Ik had zo'n Mailift-account. Van Nancy. Ja, die kennen jullie niet. En ik ken die vaag, maar dat gaat er via mijn moeder. En mijn moeder had dat geregeld omdat mijn dochter toen nog vaak kwam. Ja, ik had die code nog steeds. Dus al die stomme films gekeken. Ja, dat maakt je toch geen donder uit als je daar uh, met uh, vijf uh, van die uh, vrolijke jongens in je nek zit te kijken naar uh, Sylvester Stallone met uh, Rambo 43 of zo. En wat zit hij nou weer? Noord-Korea, daar de Noord-Koreanen angst aan te jagen. Maar je vindt alles best. Ja. En als dan een beetje de helderheid doorbreekt, dan steek je maar weer een lekkere, uh, ja, zoiets met, met, met wiet ofzo. En dan een beetje op tijd gaan slapen, zo'n uurtje of drie s'nachts. Man, wat een leuke tijd was dat. En ik kan je vertellen, op Netflix, er staat helemaal niks. Ik vond uh, Sons of Anarchy. Dat, dat vond ik dan nog wel een leuke. Oh ja, een Better Call Soul. Daar zit wel ongelooflijk veel humor in. En die Rob Oudekerk. Ja, je moet je Ordenkirk of zo. Maar het is natuurlijk gewoon Rob Oudekerk. De Oude Kerk, dan, de Amstel is dat. Dat is Oude Kerk. Nou, die speelt leuk, man. En die produceert dat ook. Dus. Better Call Saul is toch net even leuker dan uh, die andere, die prequel. Maar uh, die is eigenlijk de sequel. Uh, A Breaking Bad. A uh, Breaking Bad is ook wel leuk. Maar... Mijn dochter was helemaal wauws van uh, Jesse uh, Pinkman. How is Jesse Pinkman? Helemaal zwijmelde zwijmel. Achteraf denk ik dan ook van, ja, Jesse Pinkman, dat was helemaal de bink. En dan zit je vader een beetje de Jesse Pinkman uit te hangen, helemaal... Uh, en dan uh, komen we niet meer op bezoek. Yo, yo. Ja, Jesse Pinkman zag er natuurlijk heel goed uit. <laughs> ja, ik, ja, ik zie er niet heel dom uit of zo, maar ja, ik ben natuurlijk geen partij voor haar. We zijn veertig jaar ouder dan dat arme kind. Nee, ik vind alles wel best. Oh, man, wat leuk. En ik heb vandaag gesolliciteerd. Voor het eerst. Nou, voor het eerst in. De allerlaatste sollicitatie, dat was bij. Nee, ik heb nog een keer gesolliciteerd bij de Landbouwhogeschool. En toen was ik. Mijn bedrijf ging failliet, dus dat was 1990 of zo. Uh, dan moest ik dus. Uh, was ik 31? Nee. Ja, was ik 31. 32, zoiets. Ja. Iets ouder? Ja, zoiets. Daar werd ik toen uh, afgewezen. Namens een of ander jong iemand aan. Een tijd geleden dat ik gesolliciteerd heb, man. Ja, ik werkte als zelfstandiger altijd. Of ja, eigenlijk, dat is een bedrijfje met, met, met mede-vernoten die dan de kantjes eraf liepen. En ik stond uiteindelijk altijd aan het einde van de dag nog allerlei uh, rommel op te ruimen. In de zin van programmeren en databases repareren. Iemand heeft weer een geniale update gedaan en knal, alles weer kapot. Dat is ook voor mij een reden hoor, om zoveel te gaan drinken. Ik was het hele samenwerken met die luie koeien, gewoon totaal beu. Hoe harder ik ging werken, des te meer die lui op een reet gingen zitten. En als ik dan stopte met werken, dan kwamen ze wel heel vermoeid aan de gang. Dan nou gaan we, wij wel het doen. En dat deden ze dan zo lamlendig. Dat ik dacht, ja, dan kan ik het beter maar in mijn eentje doen. En dat heeft dan ook weer een zin, want die lui die vreten dan uit dezelfde ruif. Ja, kortom, dat was in between a rock and a hard place. Terwijl een catch 22. Dus daar ben ik nou mooi vanaf. Alle klanten die ik nog over heb, die ga ik leggen dumpi. En ik krijg mijn ex-collega. Die nooit mijn collega was. Niet in de zin van collegiale omgang. Mooi, daar ben ik vanaf. En ik gesolliciteerd? Eerst gebeld gelijk al een goed gesprek met de receptionista. en die zal me doorverbinden met de afdeling werk of zo. Nou, dat werd uh, heel lang wachten en toen tuut 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 tuut. Denk namelijk. Nou dus ik op die website kijken. Er stond er ook uh, open sollicitatie. Denk mooi zo. Daar beginnen we dan maar eens mee. En dan ga ik morgen achteraan bellen. Ik heb al een bevestiging gekregen, maar dat is een automatische bevestiging. Het is dan bij het dorp. Ik vond het zelf een heel goed beargumenteerd verhaal. Ik ben het ook echt beu met dat commerciële gejakker. Dat... Gewoon gezimmer in. Er zijn tijden geweest reed ik 40.000, 50.000 kilometer per jaar in een leaseauto van 1.300 euro, gulden in de maand. Oh, 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 oh. Meer. En gewerkt voor mooie accounts, hoor. Apple International en... Construction, Roofing and Housing, dus die uh, brrr, nee, Ierse multinational. Die heeft hier alle bouwgroothandels overgenomen. Tot groot ongenoegen van de Nederlandse bouwgroothandels. Die hele business is weg. De CRH heeft het allemaal overgenomen. En degene die uh, niet uh, wilde verkopen, uh, ja, die hebben ze de markt uitgedrukt. Dan gaan ze gewoon even prijsstunten, want CRH heeft namelijk meer in kas. Dat heet een oorlogskas. Ja, die hebben ze iedereen eruit gedrukt. En dan voor die firma heb ik dan fijn gewerkt. Hè? Goed gefactureerd hoor. Lekker aan verdiend. Maar daar voel ik me niet lekker bij hoor. Helemaal niet. En gewerkt voor Pfizer. Dus een Pfizer Pharmaceutical. Ongelooflijk grote firma. Wauw, man. Ik heb er toch moeite mee, hoor. En was ik daar een keer op een vrijdag en hadden ze een vrij mibo. Nou ja, goed. Eén, twee biertjes, dat moet toch kunnen. Voordat je met de auto naar huis gaat. En dan hielden ze dan nog even een presentatie van een nieuw product. En dan gingen ze foliumzuurpillen onder de aandacht brengen... van vrouwen die zwanger waren. Ik heb er maar niks van gezegd. Maar, maar even voor jullie dan. Dat moet je dus niet doen. Hè? Ja, maar... Uh, als je te weinig foliumzuur hebt... Dan heb je, of je kans op een kind met een open ruggetje. Of zoiets. Of een lip. Ja... En wat is het risico van foliumzuurpillen slikken? Ha ha, ha 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 ha, ha ha, 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 ha. Hoe Het voordeel is in ieder geval dat Pfizer eraan verdient. Hè. En dan van die hitte die dan marketing hebben gedaan. En dan zeggen ze: ja, en onze doelgroep, die gaan we zo benaderen. En dan hebben we deze campagne opgesteld. En, ja, en kijk, dit is een nieuwe verpakking. Dacht ik alleen maar, braak, braak, was dat het bier? Nee, ja, ik hoorde niet thuis, Pfizer mag voor mij lekker door blijven bestaan hoor. En iedereen mag lekker die pillen kopen. En, uh, je moet het zelf maar weten. Ik ben hier niet om de hele wereld te verbeteren in mijn eentje. Ik heb genoeg aan mijn eigen. En daar ben ik mooi vanaf. En het dorp, dat is zo'n centrum voor mensen met een handicap of zoiets. Het is op loopafstand van hier. Iets meer dan een half uur lopen. Nou. Prima voor mij. Het netjes om half negen beginnen, mag ik aannemen. Dus dan ga ik om kwart voor acht of zo de deur uit. kan ik lekker rustig lopen. Nou, dan ben ik dan keurig op tijd. Dan kan ik mijn jasje uitdoen. Nou, koffie drinken, dat doe ik niet. Maar een theetje is wel lekker. En dan gaan we eens even beginnen. Ja, ik weet niet veel wat ik daar mag doen. Ze zeggen: kijken naar me. Schoonmaakwerk, ik vind het best. Plees schoonmaken, konten wassen, zeg maar. Uh, uh, wel, dames en heren in rolstoelen, uh, in liften naar beneden rijden en dan naar het busje. Want busje komt zo, busje komt zo. En, uh, uh. en dan weer wat anders doen. Ik vind het allemaal best. Ramellappen kan ik ook. Oh, ik heb tien jaar lang heb ik de huishouding gedraaid voor, een, voor drie personen, inclusief mezelf dan. Hè? Die, die moeder deed helemaal niks. En die dacht dus dat zij dan spek was. Want zij deed tenminste helemaal niks in de huishouding en ik was een sukkel, die deed wel. Ja, maar ik kan op mijn cv zetten dat uh, ik tien jaar lang heb gezorgd voor een huishouding van drie plus drie poezen. Dat kan zij niet zeggen. Ja, ze heeft ook een vaste baan, want ze kan niet rekenen. Hè? Ze werkt bij CITO. schijnt daar een pret te zijn, denk ik. ik. Anders zou ik het ook niet weten waarom ze daar kan werken. Heel maar... leuk, man. Ik lach me helemaal kapot. Serieus, hoor. Ja, echt tevreden. Ik was vermoeid. <laughs> Ik was naar de bank gegaan. Het is ooit aardig. echt een kostelijk verhaal. Door het fijne zuip van mij. En dan lekker binnen. En ik heb echt de boel helemaal leeggepind. En ik factureerde helemaal niet meer vanuit mijn. Want ik had hem wel kunnen factureren. En dat ga ik ook nog doen. Zo'n mea, mea, mea culpa. Als iedereen zo heel nederig vragen, van ja, ik heb een beetje heel klein beetje vergeteltje om uh, te factureertje. En uh, ik krijg eigenlijk nog zoveel van jullie volgens contract. Maar dat kan ik natuurlijk niet maken. Dat snap ik ook wel. Er moet een vette korting overheen. Maar ja, dat moet ik allemaal nog doen. En mijn bankrekening echt helemaal leeggepit. <laughs> gepint. Oh, 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 oh. Uh, had ik nog maar een paar euro. En daar wil ik nog wat bier van halen. Ik denk, nou, dan doen we alleen bier vandaag. Maar dan ga ik toch, ging ik dan toch voor alle zekerheid er even kijken. Want bij de Albert Heijn kan je hier ook geld opnemen. En verhip. Er kwam er nog 50 euro uit. En ik denk, hé, hey, nu gaan we praten. Uh, lekker dat bier in mijn rugzak. En dan hup, door naar de koffieshop. Waar ik trouwens nooit koffie koop, want ik drink geen koffie. Dan heb ik een wiet gehaald en up naar huis, Netflix kijken. Hele al mijn bankrekeningen. Ah, toen werd dus ook de, de Rabobank zachterreiniger. om die zachterreinige brieven van meneer, dat is niet de bedoeling. Ik uh, moet dat saldo aanzuiveren. En toen hebben ze ook allerlei automatische overschrijvingen. Teruglopen boeken. Ik denk, wauw, dit gaat niet goed. Hè. Nou, dan krijg ik zo'n ruzie met iedereen. Ja, de woningbouwvereniging die zal me dat ze gauw niet uitdonderen. Maar er zijn wat andere crediteuren. Daar moet je geen geintjes mee maken. Die worden zagrijnig. Want daar heb ik gisteravond. Heb ik mijn Rikkenbakkerbas verkocht. Dus ik weet nu alles van dat marktplaats uh, Community gebeuren. Aardige jongen, by the way. Dat ging tof, dat was echt leuk. Uh, hij zei van: uh, Ik neem hem van je over voor de vraagprijs. Dat is, uh, 1500 euro. Wauw. Hij zei: Je betaalt in één keer contant en alles, toestanden. Ik zei: Oh, dan, dan, dan geef ik je 50 euro korting. Nou, dat had ik niet hoeven doen. Want dat is normaal bij Marktplaats. Maar ja, ik ben nieuwkomer. Oh, zeg dan kom ik eraan. Ik zeg, mooi zo. Die cash kon ik wel gebruiken. Helemaal shock en klem in de tram, man. <laughs> ja Dan ging hij hem uitproberen. Dat wilde hij dan graag. Ja, nou, dat is goed, joh. Dan is ik uh, al een meuk opgezet. Ik heb hier geen basversterker. Dus ik kan het niet echt. Maar ik heb wel iets, ja kan je mee inpluggen, en, uh, uitproberen. Maar ik dat hele boeltje, die, die, die gitaar natuurlijk nog even gestemd, alles aangesloten. Nou deed het dus, ik mooi zo. En nou, dan kwam die jongen en die zei van ja, het, het kam-element, hoe uh, je horen, klik. Dat klonk ook heel dun en, en neutelig. En dit, ja, ja dan zei die, uh, no good. Ja, nou ga ik twijfelen. Dus dat ik, nou, oké. Okay. Ja, ja, Dan gaat hij wel naar een ander. Dus, uh, ik had er nog een, een bot openstaan. Zei, nou, die komt dan morgenochtend, het eind van de ochtend. Zei, daar ben ik er toch vanaf. Ik zei, was echt ja, dying for money. Ja, haal ja, ik dan wel. Oh, zit hij? En uh, wat, wat gaat hij dan betalen? Ik zei nou, uh, 12,50. Oh, zet hij. Daar doe ik het ook voor. Ik zeg: oh. Nou ja, kom maar op met die poen. Kijk ik. 8,50 cash. En zo. En een 400. Uh... Nee, nee, 800 cash. En 4,50 over de bank. Oké. Okay. En ik met het cashgeld naar de Rabobank toe. Want die zou om 9 uur uh, Open zijn volgens de website. Kom je eraan. Gaan ze pas om 10 uur open? Denk ja. Dan loop je website achter. Sukkel. Denk, ik ben blij dat ik die business uit ben. Ik denk, nou weet je wat, dan loop ik even door naar het stadskantoor. Want ik ben dus eerst bij de bijstandsmensen uh, geweest. En ja, die zeiden uiteindelijk van nee, jij, er komt nog geld binnen voor jou. Dus ja, er is niet sprake van een, een direct urgent probleem. En ja, Ik zei: ja, maar dat geld binnenkomt, dat gaat in één keer naar de crediteuren toe. Ja, ze, maar je, dan kan je met iedereen een betalingstermijn dingen, afspraak maken van gespreide betalingen. Kortom, geen bijstand. Nou, oké, okay, maar. Ja, dan moet ik dus aan de banen. En die vrouw, een hele aardige vrouw hoor. Ja, die doet ook alleen maar regels toepassen. Dus. Ja. Ik moet echt nog een bedankmailtje sturen voor de. Ja, voor de prettige manier waarop ze mij te woord heeft gestaan. Want ze dat heel goed deed. Nou, zij, ik heb haar dus gemailed van ja, dan moet ik eens dus aan de baan. En uh, nou, wat, wat moet ik, waar moet ik? Toen dus zei ze nou, ik heb een PDF met allemaal uh, uitzendbureaus. Nou, ja, dat kan natuurlijk. En ze zei: je kan ook gaan informeren bij het stadskantoor. Dan hebben ze een balie en dan kan uh, je daar terecht. Hmm. Dan stond ik voor de dichte Rabobank gebeuren. Ik denk, nou, dan gaan we even doorlopen naar het stadskantoor. Dat zal wel open zijn. Nou, dat was ook open. En er zitten daar achter de balie. gewoon drie buitenlanders. Ja, daar heb ik helemaal niks tegen die mensen hoor. Echt, echt niet, dat moet je niet denken. Die ene was een Turk en die andere was. Dan denk ik, ja, okay, zo'n baantje wil ik ook wel. Maar ja, die hebben die buitenlanders allemaal ingepikt. En, en, en die jongen, en ik zat de naam te kijken. En ik, denk, ik, ik, ik denk, ik heb jou gezien bij dat filiaal. Dat zit er om de hoek zo'n beetje. En dat heet het werkplein. En daar bleek hij inderdaad ook te werken. Ik denk, nou, nou snap ik het. Daar ken ik jou van. <laughs> Toen was ik dus eerder geweest hè, voor die oh, een aanvraag van die bijstandsuitkering. Die niet doorging. Hè? Ja, en hij is dus tegen mij: ja, Je kan hier niet uh, voor baanadvies dingen. Dan moet je bij uh, werkplein zijn. Ik zei: oh. Ja, maar daar zeiden ze dat ik hier moest zijn. Ah, oh, dan, dan kan je toch even bellen? Ik zei: Ja, dat is goed. Dan bel ik wel even. Nee, zei, dat kan je hier doen. Ik zei: Ja. Wat is het nummer dan? Nou, man, dat hoef je helemaal niet te weten. En die andere man ook gelijk. Nee, dat hoef je niet te weten. Dan hebben ze daar twee van, van die telefoons? Zo'n wat, wat telefooncelachtig iets. Hè? En dan hoef je alleen maar de hoor gaan op te pakken. En meer niet, heb je gelijk verbinding? Goed. Ja, maar dan moet je wel even op je beurt wachten. Ja, buitenlanders natuurlijk, hè? die stonden voor mij. Hè? Druk aan het gouden hoer. En bla bla bla. Ik werk wil, ik werk wil. En, ik net gezegd tegen die, die persoon. Er zit iemand met een. Dat was echt wel grappig. Die man zo met een telefoon horen. Ja, zo hoor. En dan zo wijzen naar die Turk. Nou ja, de familie komt uit Turkije. We dus, lang niet meer dat Turk een scheldwoord is. En dan wijzen ze zo naar die Turk. Die spreekt perfect Nederlands. Hè? En dan wijzen ze. Ja, en hij heeft mij gezegd. Alsof hij een beeldtelefoon had. Als ja. <laughs> ik netjes op mijn beurt gewacht had ik dus in de telefooncelde kabinetje. Neem ze die horen op, en inderdaad, gelijk t -t 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 -t. En dan gaat dus de telefoon rinkelen. Aan, ja, 100 meter verderop, bij werkplein. Er zijn nog drie wachtenden voor u. En ik denk oké, okay, nou, dan wacht ik wel even. Nou, toen was het weer, ja. er zijn nog drie wachtende voor u. En toen weer, er zijn nog drie wachtende voor u. Ik denk, mooi zo, ik heb opgehangen. En ik zeg zo heel vriendelijk tegen die drie mensen achter de balie. Ik zeg, hartstikke bedankt voor de informatie. Ik ga er weer vandoor. Oh ja, die man zei nog tegen mij, die man met dat Turkse gelaat. Een hele aardige kerel hoor, super, niks mis mee hoor. Als je er dan toch iemand erover heeft om de Turken in Nederland uit te trappen... dan zou ik zeggen, nou, die moet je houden. Want dat is een hele fijne kerel. Ja, dus, ik ben niet tegen buitenlanders, maar ja, maar, wel die goeie moet je hier houden. Dat is wel zielig voor Turkije nou, natuurlijk, maar ja. Niet mijn probleem. Ja, je moet het vrolijk zien. En je gaat het ook echt vrolijk zien op die manier. En die zei tegen mij, ja, ze hebben dus uh, inloopuur. En dat is op dinsdag en donderdag. En het was vandaag donderdag. Maar ik ben niet gegaan. Ik denk, ik ga bij het dorp wel even solliciteren. En ah, dat heb ik lekker gedaan. En naar de Rabobank geweest en daar die geldstorting gedaan. Heb ik dat ook een keer meegemaakt. Dus doe je allemaal cash in zo'n apparaat. Vond ik wel raar. En dan moet je zo'n pasje erin doen. En toen dacht ik: van, dan gaat hij mij toch niet vragen om een pincode? Want dat lijkt mij dat is toch ronduit belachelijk. Dat je de pincode moet weten om geld te storten op dit rekeningnummer. Ja, Dan ga ik toch echt op mijn kop krabben hoor. Van wie is hier nog gek, hè? Maar inderdaad hoor. Geef uw pincode. Alsof je niet mag storten op een pasje als je de pincode niet weet. Na, dacht ik. Ja, ik weet mijn pincode uit mijn hoofd. Natuurlijk. Dus dat ging allemaal goed. Ja, ging prima. Mensen bij de Rabobank ook hartstikke beleefd, heel vriendelijk. En dat staat nu netjes op mijn rekening, zo, ook hartstikke fijn. En die jongen van die Rikke Bas, uh, uh, Oh ja, dat geld was vanmorgen niet binnen. Ik denk, we krijgen nou. Dus ik die jongen gebeld, nam niet op. Ik heb nog een keer gebeld, nam die weer niet op. Ik stel toch niet dat het een of andere scam is of zo, hè? Ja, dan betaal ik wel even de rest via de internetbankieren en dan niet op verzender drukken of zo. Dat zal toch niet? Ik denk, nee, dat doet die jongen niet. Nee. En inderdaad, ik liep terug vanaf ja, die werktoestand met al die buitenlanders. En dan word ik gebeld op mijn mobieltje. En ja hoor. Joris van Rikkenbakker. Ik had even opgeslagen gelijk. Hè. Joris Rikkenbakker. En Joris zo, ja, ik zag dat ik je gebeld had. Is er iets? Ik zei nou, ik heb het geld niet binnen. Oh, zei hij. Nou, dat komt waarschijnlijk dan vanmiddag wel. Dan duurt het iets langer, want ik zit bij de Trio-dos. Ik nou, kijk. Hem vriendelijk bedankt voor het terugbellen. En inderdaad, het is nu allemaal binnen. Ik sta weer plus op de rekening. Halleluja, praise the Lord. En ik heb mijn Gibson Explorer, heb ik ook verpatst. Ik heb de aanbetaling. Uh, die komt morgen binnen? Die komt via de ING en dat zal morgen wel binnen zijn, mag ik aannemen. En die man die komt de zaterdag ophalen, samen met zijn vrouw. Dat is gezellig man, dat maakt uh, gebeuren. Hij heet uh, Wietse. En hij is zo'n zo zo Friese tongval. En het wordt zijn derde Gibson Explorer. Ja, dat past mooi in zijn serie. Hij heeft er al eentje die is wat ouder nog, eind jaren 80. En deze is begin jaren 90. Als je ooit een Gibson Explorer hebt uit de jaren 70, ja, die dingen zijn goud waard. Ja, heel zeldzaam. Die moet je niet verkopen onder de 1500 euro. En deze heb ik weggedaan voor 700. Dus dat denk ik nog iets onder de prijs hoor. Maar 700, kom op man. En dan ga ik, dat doe ik morgen, dan gaat mijn Fender Stratocaster die gaat er tegenaan. Oh, weg met die muik. En ik blijf wel uh, geïnteresseerd in muziek, maar om maar even een, een klein puntje te noemen. Ik heb aan mijn linkerhand, heb ik keltische klauw. En mijn pink, die je toch echt wel nodig hebt hoor, bij het gitaarspelen. Uh, dat, uh... Ja, die doet het niet meer. Hè? Die, die, die pink van mij, die zit tegen het, de palm van mijn hand aan zo'n beetje. Die pees is helemaal verkrampt. Dat dus is een of ander kwaaltje. Je kan bij de allopaten kan je dat door laten snijden, maar wat heb je eraan? Dan snijden ze die pees door nou daar word je ook niet blij van. Denk ik. Hoeft van mij niet. Gitaar dus gitaarspelen, ja, ik blijf het wel doen, daar niet van. Maar niet meer met... Uh, de, hmm. En met die zware gitaar in de rondte dus schouwen, zoals een Gibson Explorer. Zo'n ding dat weegt een godsvermogen, man. ga er weer. En ik heb nog zo'n semi-akoestische Ibanez. En die hou ik. Een lekker licht gitaartje. Geen solid body, maar een hollow body. En één elementje, heel super simpel. Leuk, leuke gitaar. Lekker licht om je nek. Dan heb ik nog een, een klassieke gitaar. Nou, ja, dat doe ik verder niet veel meer, maar veel meer mee, maar die. Nee, die doe ik nog niet weg. Is mij te dierbaar. Ik heb allemaal andere spullen, ik moeten ook allemaal pleiten. Gaat niet meer zoveel opleveren, maar. Hoe echt mee, man? Hey, dingen zijn belangrijk in een bepaalde fase van je leven, en ja, die fase heb ik afgesloten. De leadgitarist van mijn belangrijkste band in mijn leven heeft meerdere namen gehad, maar het was iedere keer die gitarist met die drummer en ik heb bas gespeeld en ik heb gitaar gespeeld, altijd gezongen. Ah, ja, die gitarist is naar dood. Nou, dan wil ik op zich wel door met die drummers en de bassist, maar dan gaan we toch wat anders doen. We gaan niet meer met die optredens met busjes en nee. Wout heeft ook, dat is de drummer, die heeft ook zo'n kachon heet dat. Dat is gewoon zo'n kistje. En dan zit je met je billen zit je op zo'n kissie. En dan kan je een beetje kloppen de klop doen met je handen. Zo. Heel zachtjes. En dan René met zo'n superklein basversterkertje. En ik heb nog zo'n heel klein versterkertje, een licht dingetje. En een paar leuke geluidjes maken. Ik heb zo'n handig digitaal kastje. Lekker eenvoudig. Want dan kan je in principe op de fiets naar je optreden toe. En blijven we wel spelen. Maar dan, maar dan met lichte, simpele materialen. Niet meer dat overweldigende dingen. Maar ik heb vroeger met lichtshows gewerkt. En rookbommen op het toneel. En... Allemaal wel geinig. Maar Je schuilt je eigen drie keer in de rondte. En dat is niet meer voor een man van 60. Hè. De drummer is al 61. Dus... Ja, dan wil je dat allemaal niet meer doen. Hè? Tenminste, ik niet. Heerlijk man, al die deuren. En dan de kamer van mijn dochter een beetje opfripsen. Ja, kortom een heerlijk nieuwe toekomst. Hè. En die opgefriste kamer van mijn dochter, daar begon Mira over. Om daar een BNB van te maken. En zij zei: Jij hoeft niks te doen, ik regel alles. We delen de, de winst. Nou, nu we toch geen uitkering krijgen, dan kan het dus. Hè? Als je een uitkering hebt en je hebt een BNB in je huis, een bed and breakfast, ja, dan ben je zo de bok. Maar als je geen uitkering hebt, ja. En een BNB er over de vloer, ja, die mensen komen dan aan, zo ergens in de middag of zo. En Dan zetten ze de spullen neer, neem ik aan. Ja. En dan gaan ze lekker Arnhem in. Interessante dingen bezoeken. En dan komen ze een keertje thuis om tig. En dan is morgens uh, ja, een beetje ontbijten en dan weer pleiten. Mooi zo. Ja, dat lijkt me wel prima te doen. Toch een paar tientjes erbij. Dan kan ik een beetje sparen ook nog. Gewoon simpele dingen doen. Sparen waarvoor eigenlijk? Ik heb wel gekeken. Er was zo'n baantje. Ja, hij prijst de avond niet voordat het... Nee, hij de dag niet voordat het avond is. Maar er was eens zo'n baantje bij het dorp. dan dacht ik van nou, dat lijkt me wel wat. En was dat was instapsalaris, instapsalaris 1800 bruto. Dat is toch iets van 1600 netto? Ik denk, ja, nou dan gaan we kletsen. Ik heb hier aan vaste lasten nog geen 500 euro in de maand. Alles erbij in, hè? Inclusief internet en. We hebben we nog meer? Een mobiele telefoon, dus heb ik ook een abonnementje van 15 euro in de maand. En ik word alleen maar gebeld. Ja, af en toe bel, ja, vandaag heb ik dan even iemand gebeld. Zo. Mijn nou, internet heb ik het allergoedkoopste bij online. Dus 30 euro in de maand of zo. Gratis bellen met vaste nummers. Ja, TV heb ik niet. Douchen, dat doe ik niet iedere dag. Dat is ook helemaal niet goed voor je huid. Ben ik ook achtergekomen. En een kachel stoken, dat, dat doe ik al heel lang niet meer. Ik woon in een flat hoor, dat doen mijn benedenburen wel. En ik leef het lekker mee. En daar hou ik een hoop geld over in de maand. 1600 euro. Maar dan moet je fulltime werken en daar heb ik geen zin in. Dus dan wordt dat misschien 1100 euro of zo. Maar dan nog hou ik behoorlijk over. Ik ben nou helemaal gewend aan het super goedkope eten. en yeah. vandaag echt schandalig gegeten. Heb ik er een avondmaaltijd van. Uh, niet dorftellen hoor, maar. 3 euro. Nee, 3,5 euro. Yeah. Nou, dat was echt duur. Uh, morgen is het weer lekker simpel hoor. Uh, bruine bonen, aardappelpuree en. Uh, Een beetje Ja, het wel weer gehad. Misschien wat spekjes erbij. Bruine bonen met spek en aardappelpuree. Heb ik ook ontdekt hier op de markt: hè, dat het goedkope eten man. Dus hier op de markt koop je 800 milliliter, dat dus 0,8 liter, vers geperste sinaasappelsap voor. Ja, tromgeroffel. Twee euro. Schandalig, man. En in de supermarkt betaal je voor een halve liter uh, uh, 2,20 of zo. Nee, bijna een liter uh, vers gepeste sinaasappelsap voor uh, twee euro. Sta je wel zelf, uh, maar ja, in de supermarkt is het ook zo: dat je zelf even in de gaten moet, dan moet je zo'n fles eronder houden. En, uh. Ja, en die man zei dus wel: van ja, dat draaiapparaat aan de bovenkant is kapot, dus je moet zelf even die sinaasappels uh, door het gat duwen. Nou, 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 wat erg. Hé <laughs> nee, joh, er, is er helemaal niks aan de hand. Man, Hier heb ik iemand die heet Rob. En die wilde dus ook die Gibson Explorer kopen. En hem dus verteld dat hij uh, al verkocht is. En dan reageert hij. Damn! Explorers zijn leuk. Oké, okay, man. Ik voel me helemaal lid van de club. <laughs> nou, Explorers zijn heel leuk. Ik weet niet of je ze kent hoor, die gitaren. Dat zijn geweldige gitaren. Wel heel zwaar. Maar oh, die klinken als een klok, jongen. En ze spelen heel licht. Dus je hebt er wel kilo's aan je schouder hangen. Maar ik heb er een hele mooie brede band bij. Daar zal die man ook blij mee zijn. Die met zijn vrouw op uh, zaterdag komt. Een lekkere brede band. En hij speelt heel licht. Ja. En die andere die ik in de verkoop ga doen... Dat is een Fender een een Stratocaster. En die gitaar is niet zo zwaar als een Explorer, minder hout. Maar die speelt zwaar. Dat hoort erbij. Maar daar krijg je ook weer een aparte sound van. Maar die Gibson is strak, jongen. Die snaren die kunnen dus heel laag afgesteld staan en dan... Ja, dan als je dan niet zo'n keltische klauw hebt zoals ik, dan ga je er gewoon lekker overheen, fjolen man. Oh. Ja, supergeinig. En nou nog uh, mezelf binnen weten te werken daarbij, het dorp. Ik zeg, ...nee, ik ga hier niet weg voordat ik een baan heb. <laughs> ja, ik wil toch alles doen, dat maakt mij niet uit. Dus nou, ga ik iets met computers doen daar, vind ik ook goed. Een uh, ja, cursus Windows, die hoeven niet te hebben. Ik heb nog nooit van mijn leven professioneel met Windows gewerkt of zo, of zo'n omgeving. Maar dat heb ik zo door. Kom op. Dat zoek ik s'avonds wel even uit op een Macintosh, hoor, met uh, hoeveel groep de, de TCP-instellingen moeten bijgesteld worden voor de firewall. Zo. In het ergste geval dan bel ik mijn vriendje Edwin en die weet het wel. Nou, ik hou helemaal niet van Windows, maar ik, ja, ik wil wel wer graag werken in een, een sociaal verantwoorde omgeving. Om het maar even zo vallig mogelijk te zeggen. Ja. Nog boodschapjes van dingen. En dan hebben we hier nog iets. Ja, ik heb een schuld afgelost. Mooi zo. Heerlijk. Zal ik ga het nog een helemaal als een baby zo schoon. Hè? En dan een baan op loopafstand. Halleluja. Ja, de hadden met de belastingdienst niet meer. En al die klanten die dan bellen. Yo, wat ik er eigenlijk wilde, wat meer verwacht. Oh, dat gezeur van iedereen, man. Ja, niet dat ik ze kwalijk neem of zo. De mensen moeten ook maar een beetje zeuren. Maar ik doe niet meer mee. Lekker, man. Klaar. Oké, okay, die kan eruit. Die kan eruit. Genoeg geüpload. Ga we morgen weer uploaden, ja? Oh, dat gaat fout. Hé, hey, super, bedankt voor het luisteren. Erg leuk. Dat jullie even het verhaal hebben uitgehoord over zoveel dagen super droog. En dat je helemaal helder wordt. En wat je dan gaat doen. Je gaat allemaal mogelijkheden zien. Ja, dit kan ik ook doen, dat kan ik ook doen. Lekker lachen met mijn dochter. Die is helemaal stom verbaasd. Dit, 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 dit zag ze niet aankomen. <laughs> She didn't see that one coming. Zij zit dus ook in die uh, sociale sector. Ja, in de opleiding dan, weliswaar. En dan HBO. Ja, voor hetzelfde geld uh, uh, eindigt zij dan, uh, of eindig ik, dat ik dan onder haar kom te werken. <laughs> ik zeg naar mijn dochter te wat doe jij hier? Terwijl ik daar sta met een emmer en een dweil. En zij zegt, ja. Ik ben hier hoofd... Uh, Lalalalalala. En trouwens, ja, ik, ik dacht al die naam, die ken ik. Maar dat ben jij dus. J jij bent het echt. Ik zeg ja, kind, ik heet het nog steeds zo. Nou, zei ze voor dan wel u zeggen tegen mij, hè, Want ik ben je baas. <laughs> That will be the day. En het gezicht van mijn moeder die dat dan hoort. De nou, dan word ik echt gek. Ik, ik wist al dat, dat Peri een rare was, maar dat hij dit zou gaan doen. Ik ga even een pilletje nemen. Nee, ja, ik kan het jullie adviseren. En trouwens, dat stoppen met, uh, met al die middelen en zo, hè. Wat erg belangrijk is, dat je. dat in 99% van de gevallen. dat mensen zo zich te buiten gaan aan alcohol. en, en andere middelen. in mijn geval dus wiet. En, en. paddenstoelen en, en, en uh, ja, Wiet en alcohol, dat kocht ik dan echt. en dan. Ja, paddenstoelen en speed, dat was de gelegenheidskoop of zo. Ja, dat doe je in de regel omdat je ja, gefrustreerd bent, boos, verdrietig. Je gaat er tegenin, je het niet meer. Ja. En dat was ik ook. En toen vond ik dat ik dat genoeg was geweest denk, oké, okay, het is nou al duidelijk. Huh? Ik zei tegen mezelf, zelf, ja, zei mezelf tegen mezelf. Ik zei, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, uh, je bent genoeg boos geweest. Stop er maar mee. Huh? Kijk, het is niet de schuld van mijn dochter uh, dat alles gelopen is zoals het gelopen is. Punt. Ja. Het is ook de schuld niet van mijn moeder. Uh, de, ja, de schuld van de samenleving? Ja, wie dan? Mark Ruttenstein of zo? jan peter Balkenende Gaat er weg. hoe ik Geert Wilders de schuld geven? Waarvan dan? En de moeder van mijn kind, die, ja, die heeft er echt het een en ander uitgevroten. Maar ja, de lieve mens. Nou ja, lief. Als ze slaapt is ze lief. Eh, was ze lief. Uh, die heeft een, uh, een heel ernstig jeugdtrauma. Oeh. Uh, Hoezo -ho kan je daar dan boos op zijn? Ja. Uh, dat besef dat kwam bij mij, denk ik, ja. Nou, weet je wat? Ik ben genoeg boos geweest. Nou, ik hou er nou mee op. Dus ik ben ook helemaal niet meer boos. Of helemaal niemand niet. Ook niet op mezelf hoor. Ben je hem af? Ik heb wel heel veel gedronken, ja, nou en? Ja, maar je hebt ook helemaal geen zak uitgefroten. nee. En nee, daar staat tegenover een over dat ik heb jarenlang heb keihard kei gewerkt man. Geert weg? Hoe die tien jaar dat ik verantwoordelijk was voor dat gezin, En nou, wat dacht je wel niet dat ik draaide aan uren. Ik had op een zondagmiddag had ik drie uurtjes voor mezelf. En daarna was het uh, in het gareel. Zo. Dan wil je van alles doen. En die moeder die deed helemaal geen zak in de huishouding. Want die voelde zich altijd onderdrukt. Met het jeugdtrauma heigend in haar nek. Nou, op mijn werk al die collega's die dachten: van ja, uh, Perry weet het ook wel. En als wij niks doen, dan gaat Perry het wel doen. Dus daar kon ik ook op draaien voor de hele meuk. Nou, korting was alleen maar aan het werk, man. Nou, en nou dus even... Ja, heb ik mijn uh, sabbatical gehad. In Alcoholonia. Dus Alcoholonia, dat is een heel leuk gebied. Dat ligt vlak naast uh, uh, Wietstein. Daar dan gaat zo'n pendelbus heen en weer. <laughs> Van de wiet naar de alcohol en weer terug. Ja. En nou is het klaar. En ik heb het idee dat de heren, heren, zeg maar, of Jezus Christus of zo, of, dat die allemaal zoiets hebben van. Nou, het verloren schaap is weer thuis. Ja. Op zoek naar de volgende misser. <laughs> maar ik heb niet eens het idee dat ik dan nou gezondigd heb. Dat is ook zo gek. Wat heb ik nou fout gedaan? Nou, ik heb heel veel alcohol gedronken, maar ja, was dat nou zonde? Ja, waarom? Nou, als ik het niet opdrink, dan gaat een ander het opdrinken. En... Ja, en, ik heb er geen levercirrose aan overgehouden. En... en van al dat roken, ik heb toch echt geen longkanker? Nou, mijn darmflora was naar de Rajmode. dus dat, dat komt van het bier drinken. Dat dus is nooit meer een normale ontlasting. Iedere keer van die uh, ja, racekak heet dat. Ook in de zin dat, dat dus had ik dus hier in bed nog iets interessants te doen. Namelijk te kijken naar uh, Sons of Anarchy. Ik denk oh, ik moet even poeperen. En dan uh, hollen naar het toilet, man. En dan poep. Het zat nog net niet tegen de muren aan. Maar dat, duurde, maar dat duurde wel langer dan ik dacht, dat is wel een week of zo. En toen had ik weer normale ontlasting. Was mijn darmflora weer helemaal hersteld. Ja. Nou, longkanker niet gekregen, longcirrose ook niet. Heet het andere, long ook niet. Kort ademen, nou, daar ben ik ook niet... Mijn slaapritme is nog niet helemaal uh, Hunky Dory, maar dat trekt wel weer bij. Dat heeft ook te maken met het stoppen met roken en alles tegelijkertijd en dat ik overdag natuurlijk geen, uh, niet echt keihard hoef te werken. Of zo. Dus ik maak wel schoon hier in huis, maar ja, niet dat ik acht 18 per dag sta te poetsen of zo. Ja, dan ben je s'avonds ook niet zo moe. Hè. Maar dat komt vanzelf weer als ik zo dadelijk aan de bak moet. Dan, uh... Ik denk dat de eerste avonden dat ik terugkom van mijn werk. dat ik helemaal kapot ben. Dan lig ik om half tien te slapen, man. Denk ik. Half tien, tien uur. Dat is mooi. Dan dus morgens om zes uur wakker. Cool. Om een bijtje maken. Kwart ver achter de deur uit. Oh, wat een lekker leuk leven. En dan ga ik programmeren. Dan, uh, misschien ga ik dan wel mijn allerbeste software schrijven ooit. Want ik ben nog niet klaar. Ik beschik over een uitstekende gezondheid. Mijn opa is 83 geworden. Ja, dat lijkt me ook wel wat van mij. En dan zou ik nog 23 jaar hebben. Zou toch leuk zijn? Leuk. Ik zondag ga ik met, met Jurk Liesman en Michael en Thomas. En dat wordt alles op Deutsch. Michael en Jurk. Oh, en Bernd. En Bastiaan is ook daar. Ah. En Maximilian. Alle Duitsers. En Yves ook. Ah. Oh, die kan gar geen Duits. Alexander, oh ja. Een groef ges gespraak. <laughs> Jurk Liesman zei tegen mij, wat ik tegen Jurk zei, wel... ja, man, ik kan er helemaal geen Duits, jongen. Hij zei, Siri, dat is. Uh, dat kan je wel. Je moet gewoon langzaam praten. Ja. Dat zijn allemaal christenen, allemaal King James Christians. Ja. Vind ik wel tof hoor dat je uh, dat houdt bij één Bijbel. Ja. We zijn allemaal z'n allen tegen vaccinaties. We zijn tegen abortus. We zijn tegen euthanasie. We zijn voor het leven. We zijn ook voor het klimaat. We vinden het klimaat hartstikke goed. moet je niks aan veranderen. Het klimaat is zo goed. We laten wel lekker van wat het is. Daar ben ik het helemaal mee eens, man. Aan de gezeur van die klimatologen. Oh, het klimaat. Straks uh, vriezen de ijsberen dood. Maak je dan niet zo'n zorgen, man. Zo'n ijsbeer die eet een zeehondje op. En dan kan hij er weer echt wel een maand weer tegenaan, hoor. Moeten er moeten wel genoeg zeehondjes zijn. Hoor. Het enige risico wat de ijsberen lopen. is dat er te veel ijsberen komen. Want er zijn de zeehondjes op. En ja, waar gaan dan die ijsberen van eten? Hè? Die kunnen geen boerenkool gaan eten. Nee. Want dat lusten ze helemaal niet. En het groeit geen boerenkolen op de Noordpool. Ja. Hey Reuze, bedankt voor het luisteren naar uh, dag nummer... Uh, ja, bijna. Kijk of hij er weer... Dag nummer... 32. Ja. Zo, helemaal droog. En een humeur... Uh, ik bedoel, zelfs ik vind mezelf nu aardig. <laughs> Oh, oh, oh. En ik lach nog steeds het hardste op mijn eigen grappen. Hé, hey, dank jullie wel. Serieus, ik stel het erg op prijs. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En, en zeker als je zelf uh, ook zo aan de alcohol dingen bent. Neem het jezelf niet kwalijk. Ja. Gewoon uh, lean back en relax man. Gulpende Gladiator. 99 eurocent. En als je dat dan koopt met drie tegelijkertijd, dan krijg je dus een stuiverkorting. En dan betaal je in feite 98,33333 eurocent voor een halve liter gulpende gladiator. Nou, dan kan je toch wel lekker van aan de saaib, jongen. Nou dan, onze zaak is als hamburgers. Tjus, onze taak, lieberts.